Er werd niet in het vertrouwde Rotterdamse topsportcentrum gespeeld, maar in deze Sporthalle Zuid. In no tennismasters aan de gang zijn, werd er uitgeweken naar de hoofdstad. Het hele circus rondom dit Champions League duel was dus gisteren verplaatst naar deze hal in Amsterdam Oud-Zuid. Inclusief onze Rijnmond crew met presentator. De grote hal op het hoogste Europese niveau werd gevolleybald. Hoewel er voor Nesselanden geen sprake was van een echte thuiswedstrijd, kreeg het wel de steun van het publiek. Het is een prachtige zaal, een mooie ambiance. De fans van Nesselanden hadden pas in de derde set reden tot juichen. De Rotterdammers wonnen die set nipt met 27-25 en kwamen terug tot 2-1. En de vierde set leek ook naar de ploeg van coach Peter Blanchet te gaan. Een ruime voorsprong werd echter door een serie slordige ballen uit handen gegeven. En ondanks twee setpoints verloor Nesselanden alsnog die set met 29-31. En dus ook de wedstrijd. Ortek, Rotterdam-Nesselanden redt het niet in de vierde set. Waarin er een grote voorsprong was. Maar die verdween als schreeuw voor de zon tegen de Griekse ploeg van Heracles Thessaloniki. Alles zo snel mogelijk opruimen, inpakken en wegwezen. Op naar de volgende thuiswedstrijd in de Champions League. En die is op 3 januari tegen Paris Volley.